Wat schrijf je? Voor mensen illegaal. Waarom schrijf je dat? Omdat het zo is. En omdat ze dat hier bij het bekendcentrum Zeist een beetje vergeten zijn. For the people inside this prison, we want you to know that in Holland there are still people who support you. Who wish you welcome here in this country. We hope that you get the right to stay here. Because we think you do have the right to be here. We want you to know that these people that you see every day in this prison, these policemen, these people who work in this prison, they are not the only people in Holland. There are also people like we who are here outside, who have solidarity with you. Je moet wel die dingen even tussen doen hoor, anders lukt het niet. En je moet die ene draad moet je vasthouden, verder niks. Alleen die ene draad, dat is voldoende. Het meer kan ook, ja dat gaat wel lekker. Hoppa. Dan gaat de middelste draad ook. Wij vertrouwen niet dat de mensen in goede en humane omstandigheden worden opgesloten hier zo. En dat blijkt ook wel, als je die 5 meter hoge betonnen muur ziet, is het voor ons, voor iedereen onzichtbaar wat er met die mensen gebeurt. Hier worden mensen opgesloten, puur vanwege het feit dat ze geen papieren hebben. Puur vanwege het feit dat ze hier volgens de Nederlandse wet illegaal zouden zijn. En wij voeren deze actie omdat we absoluut niet... vertrouwen dat er mensen op een goede manier worden behandeld.